Vandaag gaan we naar de Griezelvilla. En je kan al zien dat we daar onder andere een Boo en een Shy Guy te zien krijgen. Het eerste level begint met Twomp. Daar is Donkey Konkie weer. Die gaat weer door het sleutelgatje. Hallo. Hallo. Hoppakee. En ik heb vandaag allerlei feitjes over de vijanden van Mario. Die ga ik in deze video weer vertellen, terwijl we moeten uitkijken voor de Twomp. Kunnen we hem zo kapot maken? Nee, dat niet. Oh, daar is wel de sleutel. Wacht even. Ja. Eerst maar eens een cadeautje pakken. Oh, wacht. Kijk. Moeten we dit even zo doen? Moeten we hem naar beneden laten vallen? En dan zo. En dan kan hij dus nu niet meer naar boven. Dat is de bedoeling. Dan kunnen wij rustig zo deze kant op. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, over Twomp zijn niet zo heel veel feitjes te vinden hoor, jongens. Dat is een beetje een karakter die niet echt heel erg veel, heel grote ziel heeft of zo. Eens even kijken. Gaan we naar boven? Ga ik nu zo en dan ga ik de sleutel pakken. Hebbes, hartseflats. Ja, dus over Twomp valt niet zo gek veel te vinden. Dat is best wel een beetje jammer. Ik had jullie graag allemaal leuke dingen verteld over Twompie Wompie. Maar dat zit er vandaag niet in. Dus even kijken, zo naar boven. We hebben nog 55 seconden. Ik ben een beetje traag vandaag in dit level. Dat is helemaal niet zo'n moeilijk level. Er is wel een theorie. Ik weet niet of die waar is. Maar je ziet dat deze Twomps stekels hebben. Oh, wacht. Ik dacht al, hoe moet ik nou verder? Maar ik moet hierop springen en dan zo. Maar dus Twomps met stekels en Twomps zonder stekels. Nou, is er een soort van theorie dat de Twomps zonder stekels, dat die dan wild zijn. En de Twomps met stekels, dat zijn dan, die zijn dan getemd door Bowser. Dat schijnt een theorietje te zijn. Ik weet niet of het waar is. Het wordt ook ontkracht door sommige mensen. Dus die zonder stekels, die leven gewoon in het wild. Net als wilde Pokémon eigenlijk. En dan heb je die andere, die met stekels, die zijn dan helemaal getemd door Bowser. En die kom je dan alleen tegen als dienaar van Bowser. Dat is een beetje hoe mensen denken dat dat gegaan moet zijn. Oh, dit gaat denk ik niet goed. Of ga je? Ja, hij gaat naar beneden. Cool. Dat gaat wel goed. En dan pakken we deze speelgoed Mario op. En dan hebben we level 1 met de Twompies gehaald. Maar in deze video heb ik dus allerlei feitjes strakjes over de vijanden van Mario. Super cool. Doe een duimpje omhoog als je dat leuk vindt. En vergeet sowieso niet te abonneren als je van Nintendo houdt. Want dan moet je op dit kanaal zijn. Kijk, dit zijn dus alle levels. Ik weet niet wat dit eigenlijk voor vijand is. Die ken ik helemaal niet. Over die kan ik dan ook denk ik niet zo gek veel vinden. Want ja, ik weet gewoon niet zo goed wat dat voor beest is eigenlijk. Gaan hier naar boven. Zo. Hebben we daar al wel de sleutel. Die laat ik nog heel even liggen. En natuurlijk eerst gewoon even het cadeautje pakken. Dat doen we altijd in deze video's. Hotse flots. Cadeautje in de pocket. Dan moet ik denk ik eventjes zo hier die sleutel neergooien. Dan moet ik dit doen. Dan moet ik weer dit doen. En dan moet ik er zelf overheen klimmen heel snel. Kom op, Mario. Ik heb nog een paar seconden. Laat los. Ja, we hebben hem net op de 1 seconde. Hoppakee, lekker. Oeh, die was wel close. En laat trouwens in de comments ook even weten als jij nog een leuke feitjes weet, hè, over Nintendo-karakters. Want dan ben ik heel erg benieuwd naar. Misschien kan ik die ook dan wat delen met alle kijkers van dit kanaal. Dat... Oh, we worden geduwd. Hij duwt mij weg. Wat is dit voor een gek pop? Ik ken deze helemaal niet. Volgens mij zijn deze nog vrij nieuw in de game. Oh ja, duw maar. Zo, dan buk ik even. Dan ga ik even hier naartoe. Zo, oh, dan spring ik gelijk daar bovenop. Spring ik hier bovenop. Pak ik dit cadeautje. Pak ik een uppie. Deze. Hamer. En klaar. Hartstikke idee. In het volgende level zien we een blokje van Shy Guy. Laat ik het dan maar over Shy Guy gaan hebben. Want Shy Guy is origineel niet eens ontworpen... ik begin even overnieuw. Ik wil dit wel snel doen. Ik wil je gelijk op... Je kan niet... Waarom moet ik veel geduld hebben? Ik heb toch helemaal geen geduld? Waarom kan ik dat niet halen? Waarom moet ik wachten? Ik kan natuurlijk ook gewoon zo naar de overkant proberen te springen. Maar ja, dat doen we niet. Anyway, Shy Guy is dus helemaal niet gemaakt, origineel, voor een Mario game. Dat was helemaal niet de bedoeling dat Shy Guy in Mario games zou zijn. Shy Guy is namelijk gemaakt voor een game genaamd Doki Doki. Ja, dat ken ik wel van vroeger van naam. Ik kan alleen niet zeggen dat ik die toen gespeeld had. Maar Doki Doki is dus een heel ander karakter, een heel andere wereld. En Shy Guy was origineel dus gemaakt voor die game, voor Doki Doki Doki. Wacht even hoor. Volgens mij moet ik nu eerst weer deze knop indrukken. En dan weer hierop. En dan weer hierop. Kan ik dan naar boven? Ja, dat kan wel, maar dat schiet niet op, want ik moet eerst geel indrukken. Shy Guy was niet de enige die voor die game is ontworpen. Ook bijvoorbeeld Pokies en Birdo. Die waren bijvoorbeeld ook speciaal voor die game gemaakt. Doki Doki is wel gewoon uitgebracht. Alleen buiten Japan is het omgebouwd naar Mario Super... Nee, goed vertellen, Rick. Niet naar Mario, maar naar Super Mario Bros. 2. Daar is het naar uitgebouwd, buiten Japan. Oh, wacht, dit is best wel grappig trouwens. Even kijken. Dit is lachen.
Even kijken hoor. Zo, en dan... Ja, kijk, dit is perfect. Buiten Japan is Doki Doki dus Mario Bros. 2 geworden. En zijn characters uit Doki Doki dus gewoon meegenomen naar Super Mario... Wat is dit? Waarom springt dat zo moeilijk? Ik heb het idee dat dit onnodig moeilijk wordt gemaakt, jongens. Jongens, deze jump is echt niet leuk. Oké, ik heb hem, ik heb hem. En door, en door. Oké, misschien was die helemaal niet moeilijk. Misschien deed ik gewoon moeilijk. Dus even kijken. Zo. Ja, dan kan ik hier naartoe. En dan kan ik even wel een uppie terugverdienen, want die heb ik even nodig. En dan heb je misschien nog de vraag, waarom hebben Shy Guys dan een masker op? Nou, in Doki Doki hadden bijna alle vijanden maskers op. Omdat ze een soort van toegankelijk wilden maken voor allerlei regio's mensen die game leuk vonden. En Shy Guys zijn eigenlijk degene met een masker die hem hebben overleefd naar Mario. En dan zijn we nu aangekomen bij Boo. En over Boo valt er ook wat leuks te vertellen. Een Boo is eigenlijk dus gewoon dit kleine spookje. En ik ben benieuwd. Kijk, ja, dit spookje houdt dus ook zijn handen voor zijn ogen. En dat komt omdat Boo eigenlijk gewoon een heel verlegen spookje is. Dat is ook wel grappig om te weten. Waarom is Boo een verlegen spookje? Nou, het waarom weet je niet helemaal precies. Maar het is wel zo dat de originele Japanse naam van Boo Teresa is. En dan denk je, Teresa? Waarom Teresa? Nou ja, Teresa betekent in het Japans... to be shy. Dus oftewel, verlegen zijn. Dat is... Oh, wacht even hoor. Even kijken. Even koekeloeren. Kom maar. Ja. Dus eigenlijk is de Japanse naam gewoon dat hij verlegen is. En dat komt dus terug in dat hij zijn handen zo voor zijn ogen slaat. Super schattig klein spookje dus eigenlijk. Er zijn drie varianten van Boo. Je hebt gewoon de Boo zoals wij hem kennen. Dat is deze Boo. Deze heet ook gewoon Boo. Maar hij is dus deel van een grotere gemeenschap Boos. We noemen hem één enkele Boo en zijn gemeenschap heet een de Boos. Dan heb je nog Boolicious. Nee, dat zeg ik verkeerd. Het is niet Boosmakelijk. Boolosses bedoel ik. Dus eigenlijk als een grote kolos. Dat zijn 15 boos bij elkaar die een grote boo worden. En dan hebben we natuurlijk nog King Boo die we allemaal wel kennen uit bijvoorbeeld Luigi's Mansion. Hoppakee, even dit uppie pakken, zo. Dus er zijn drie boos. De normale boo, Boolosses en King Boo. Hier naar beneden. Van deze knop ingedrukt. En nu? Oh. Ik had terug moeten springen. Misschien kan ik nog een goede jump maken. Oké, nu heb ik een probleem. Ik denk dat ik... Ja, potverdorie, Boona, heb je me nog ook? Zit ik helemaal jou te promoten? Oké, we weten nu in ieder geval hoe dit level werkt. Oké, dat kan natuurlijk ook. Dan doen we het gewoon via deze route. Oh. Oké, doe jij me even deze kant op? Ja, kom maar. Oké, cool. Doei, Boo. Later. Ik vond wel dat die Boo net echt super boos keek toen hij mij had. Ik bedoel, voor zo'n verlegen wezentje keek hij wel behoorlijk evil. Oké, wat gaan we vinden in het volgende level? We kunnen hier naar boven springen. Ik denk dat ik alleen eerst even de blauwe knop moet indrukken. Zo. Dan hier naar boven springen. Dan onder deze tromp. En dan, hoppakee, dit cadeautje pakken. Deze hier zo opgooien. En dan zelf meegaan. Sleutel weer oppakken. Kan ik deze omhoog gooien? Ja, dat kan ook. Dan kan ik deze hier naartoe meenemen. Ik weet niet of ik hem eigenlijk mee had moeten nemen. Ik denk het niet. Nu moet ik gewoon nog een rondje lopen. Nou ja, op zich ook geen probleem. Gaan we gewoon nog een rondje lopen. Prima. Zo, hatsifgatsi. Hoppa. Oké, we hebben hier dus weer Shy Guys. Die kunnen we blokjes laten worden. We moeten eerst denk ik even dit blokje. Zo. Dan dit blokje. Dan weer dit blokje. En dan moeten we hem hier ergens... Moeten we hem laten bevriezen. Zodat we erop kunnen springen. Hebben we hier daar de blauwe Boo. Die moeten we ook daar doorheen leiden. En zo. En die moeten we denk ik dan... Of iets verder nog. Iets verder. Zo, is dit een idee? Dit zou wel eens wat kunnen worden, denk ik. Ja, dit zou wel eens kunnen worden. Dan kunnen we hier omhoog klimmen. Kunnen we zo. Kunnen we ook dit cadeautje pakken. Hebben we alle cadeautjes binnen. En dan, ja, dan zijn we er al. Oh, moeten we alleen nog even geduld hebben. Niet te hard doorlopen zodat we kapot gaan. Nou, deze ging soepel en snel dit level met deze Shy Guys. En dan zijn we weer bij level 6 aangekomen in wereld 5. Wie zijn dit allemaal? Oké, ik had dus eerst even, denk ik, de blauwe knop in moeten drukken. Zo. Kan ik via de rechterkant hier omhoog? Dan verwacht ik hier wel een platformpie, ik wou net zeggen. Oké, waar zijn alle cadeautjes? Ik zie nog helemaal geen cadeautjes. Zitten de cadeautjes in dit level? Oh, daaronder. Oh ja, oké. Hier zit een uppie. Oh, shit. Dan moet ik nog een rondje doen. Kan ik dan via deze kant omhoog? Is hier een blauwe knop? Ik moet naar beneden. Ah, ik heb geen tijd meer.
Gun me de blauwe knop. Oké, we moeten haasten. We moeten haasten. Ik moet het cadeautje pakken. Daar heb ik nog een minuutje voor. Nee, ik moet de rode knop ergens indrukken. Waar is de rode knop? Dat ga ik niet meer redden. Ik heb te weinig tijd over. Nee, nee, nee. Dit haal ik niet meer. Dit haal ik niet meer, jongens. Dit haal ik niet meer. Gele knop. Blauwe knop bedoel ik. Nee, helaas. Dus terwijl de rode knop aanstaat, moet je naar links naar boven. Ik werd gewoon misleid door die eerste blauwe knop, verdorie. Gaan we nu de blauwe knop aanzetten? Kunnen we dit upje pakken? We moeten sowieso ook de gele knop aanzetten. En dan moeten we via links weer naar boven. Sleutel. En dan hebben we nog een minuut over bijna. ik denk dat het wezen naar beneden moet. Dus maakt niet zoveel uit. Ja, zo bijvoorbeeld. We moeten nu denk ik blauw aan, zodat we aan die kant de trap hebben. Mag jij mij even naar de overkant duwen? Push me. Dankjewel. Joe. Doei. Denk ik dat de bedoeling is dat we de gele knop nu aanzetten. Of de rode. Ik denk de rode eigenlijk. Want we moeten even dat cadeautje daar pakken. Shit. Dat gaat zo niet lukken. Ik denk dat we dit zo moeten timen. Ja, dan kunnen we nu naar beneden geduwd worden. Kom maar. Kom maar. Push me. Ja, dank je. Oké, dit ging net goed. Hier het blauwe cadeautje pakken. Ja, easy. Hotse vlot, naar boven. En deze oppakken. En klaar is Mario. Ik wou zeggen Kees, maar het is helemaal geen Kees. Uppies level, let's go. Oké, er zijn wel lekker veel uppies hier. Sowieso gaat die sleutel weer wegvliegen. Ja, ga ik hier naar boven. Ga ik hier naar boven. Ga ik deze pakken. Ga ik deze pakken. En dan gaan we hier naartoe. Kom op, pak hem. Lekker. Hotsekidee. Speelgoed level, let's go. Oké, deel 1, dat is easy. Dat werkt gewoon zo. Dan deze gele aan. Dan allemaal eronder doorlopen. Easy. En dan gaan we met z'n allen naar boven. Dan wil ik eigenlijk dat jullie nu deze gaan pakken. Ja, dit is goed. Moeten jullie nu even naar boven komen met z'n allen? Ja. Blijf maar even achter mij staan. Wacht, we gaan geel indrukken, denk ik. Zo, ja, cool. En dan nu rood. Rood. En dan laten zakken. Ja, en dan blauw. Nu zijn we safe. Nu zijn we safe. Lekker. We gaan naar boven, jongens. Kom. Oké, guys. Pak die O. Dan moeten we nu alleen nog naar boven. Hoe gaan zij in die kist? Ja, dat moet wel met rood zijn. Kom weer, kom, kom. Kunnen zij springen? Kom, 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 kom. Kunnen jullie gewoon achter me aanspringen? Ja, 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 ja. Kom, kom, kom. Snel, snel, in de kist. Let's go, let's go. Yay. Woe. Toch nog gehaald. Ik wist even niet meer of zij konden springen. Uiteindelijk was het helemaal niet zo moeilijk. Hey, Donkey Kong. Wat gaat Donkey Kong doen? Degene die stil hangt, die kan ik dus oppakken. Of die geen spook is. Oké, dat is dus nu geel bijvoorbeeld. Ik ben denk ik alleen wel te laat. Ik struggle. Doe maar blauw nu. Goed zo. Oh. Blauwe shy guy. Ja, die was raak. Die was top. Oké, cool. Oh, de blauwe weer. Oh, die is weer beneden. Nee, ik wacht even op een andere. Rood. Ja, dit is nice. Dit is nice. Doe nu maar geel. Dan ga ik even naar deze kant. Ja, cool. Cool, cool, cool. Dit is goede timing. Oeh, die was mis. Oké, we kunnen blauw pakken als geel niet in de weg zit. Ah! Opnieuw, opnieuw, opnieuw. Ik wil geen mini Mario's verspillen. Kijk hoe hoog die beesten zweven. Ze zweven alle kanten op, joh, die gekken. Ja, dan doe je nu geel. Ik zit gelijk ingesloten hier, vriend. Ik zit gelijk ingesloten. Ik word gek van deze baas. Hier, kan ik omhoog gooien? Nee, dat kan ook niet. Oké, hier is geel. Die gaan we pakken. Zo, dat is één. Top. En nu, blauw ga je denk ik doen. Ja, maar die rode zit weer in de weg, vriend. Die rode zit weer in de weg. Kijk, ik wacht gewoon tot die rode klaar is. Zo, hoppakee. Nu gaat die voor geel. Ja, nee, ik sprong toch op geel, maar ik was te vroeg. Ah, wat een rotbaas. Ik moet goud halen, dus ik mag geen één keer geraakt worden. Ah, ik ben jou zat. Ik ben jou en je Shy Guy Army zat. Het moet stoppen nu. Ik ben er klaar mee. Zo, hotsekidee. Geel. Nu heb ik gelijk blauw te pakken. Hotsekidee. En nu? Nu ga je voor rood, denk ik. Ja, rood is veel te ver weg. Ik ga voor blauw. Ik ga voor blauw. Ja, blauw. Blauw, let's go. Die staat in de buurt. Dit moet hem zijn. Dit moet hem zijn. Dit moet hem zijn. En dit is hem. Zo. Als het even mee zit, is het niet zo moeilijk. En dan hebben we hem gewoon gepakt. Maar dit was het moeilijkste level tot nu toe. Ook door mijn ongeduld. Ik ga niet liegen. Maar we hebben hem. Dus knal de duimpjes omhoog voor deze perfecte score. Abonneer je op dit kanaal. En laat in de reacties weten of jij nog een leuk feitje hebt. We hebben de griezelvilla voltooid. En waar gaan we dan in de volgende video naartoe? Dat is het Gleigebergte, oftewel Winter Wonderland. Let's go! Ik zie jullie in de volgende video. Mazzel!